Dus willen wij eigenlijk nog even een poging doen en uitproberen of wij nog over ijs kunnen lopen. Ja, er wordt hem, er wordt hem. Yo, ik zakte er doorheen. Ja, nu jij nog. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Super tof dat jullie kijken naar... Marvin is nog een beetje moe. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En zoals jullie kunnen zien heb ik op dit moment de super exclusieve one of a kind. Want er is maar eentje van gemaakt die precies zo is als deze 50-50 shirt aan. Genaaid door Marvin. Echt super chic. Als het goed is ga je er binnenkort wat meer maken. Ja. Dus het wordt echt super vet. Maar ik wil jullie eerst eventjes wat nieuws laten zien. Het logo daarvan staat ook wel op mijn petje. En ik heb hier een hoodie die daar ook mee te maken heeft. Het is namelijk zo dat elk jaar ga ik op wintersport. Nou, natuurlijk kan dat dit jaar niet doorgaan. En wilde ik deze dan nog wel droppen of niet droppen? En ik heb erover na zitten denken. En het lijkt me gewoon super vet om deze alsnog te droppen op knolpower.nl. Het is namelijk zo, dit is een speciaal design wat ik wilde uitbrengen tijdens de wintersport. Omdat, ik ga het jullie laten zien. Kijk dan hoe vet. Het heeft natuurlijk te maken met wintersport. Want we gaan op wintersport op verschillende plekken op de wereld. Dus je hebt hier een stuk van de wereldbol. Je hebt dan knolpower, want we nemen natuurlijk altijd knolpower mee. En dan hebben we hier nog eens eventjes de bergen. Want de bergen hebben pistes en daar ga je vanaf snowboarden of skiën. Dus dit was het speciale wintersport design wat ik dus wilde uitbrengen als we dan op wintersport waren. Nou, helaas gaat dat niet door. Maar alsnog staat hij op knolpower.nl. Dus ik zou zeggen, wil jij alsnog een wintersport editie? Ook al hebben we dat wel een beetje gehad hier in Nederland. Want ik heb echt veel filmpjes voorbij zien komen van mensen die alsnog gingen snowboarden, gingen skiën. En natuurlijk gingen sleeën en veel plezier hebben gemaakt in de sneeuw. Zo. Hoppakee. Dus bij deze, ik zou zeggen, check even knolpower.nl. Haal je wintersport hoodie editie. Ook al is dat dit jaar in Nederland. Volgend jaar hopelijk wel weer. En dan gaan we weer mooie wintersportvlogs voor jullie maken. En daar zitten we dan weer voor de weet ik veel hoeveelste dag achter elkaar al een ontbijtje van de tankstation. Want we hebben nog steeds geen boodschappen gedaan. Oh, jij was in star-modus? Dat is echt niet normaal. Wat heb je leuke handschoenen aan? Bedankt. Zo'n Minecraft eetgeluidje even eronder uit. Dat kan je wel nadoen hoor. Nou, redelijk goed. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Oké, let's get los! Uurtje. Ja, dat doet zo'n lange autorit met je. Uurtje. Ja, een uurtje. Maar het voelt echt alsof ik 3 uur in de auto zit al. Het is echt bizar. Als ik naar Assen ga, dat is 160 kilometer. Dat is 1 uur en 3 kwartier rijden. Geen probleem. Easy peasy. Echt serieus geen probleem. Ga ik naar Eindhoven, uurtje rijden, zou je denken, nou, bijna 2 keer zo snel. Het voelt echt alsof ik gewoon de hele dag onderweg ben. Yep. Ik weet niet hoe het kan. Nou, als we naar Assen rijden, dan rijden we richting... Wow! Richting onze roots. Oh, richting onze roots. Ja. Ja, misschien is dat het, ik weet het niet. En dan herken je waarschijnlijk dingen en dan weet je, oh, nog zo lang. Ja, dat denk ik. Ja, misschien dat wel, ja. Dat je het zo gewend bent, die route. Hier heb je nog veel nieuwe dingen. Nou, op dit moment loop ik door een van de gangpaden van de loods hier zo. Waar allemaal knolpower artikelen liggen. Nou, van alles wat je ziet op de knolpower website. Van pyjama's tot onderbroeken tot sokken tot popsockets, t-shirts, hoodies, korte broekjes, lange broekjes, placemats, tattoos. Tattoovellen, noem maar op, echt van alles. En op dit moment zijn ze bezig met iets van zagen of zo. Nou, in ieder geval, ze zijn bezig om deze loods uit te breiden met een extra verdieping. Zoals ik al vaker heb gezegd, ik had niet verwacht dat knolpower zo ontzettend groot zou worden. Dus komt er gewoon een uitbreiding. Er komt gewoon een uitbreiding, er wordt echt een hele nieuwe bovenverdieping gebouwd. En dan hebben we nog meer ruimte voor knolpower. En zoals je ziet, we hebben hier bidons, we hebben lunchtrommels, we hebben hier hele toffe feestpakketten. En ik heb zojuist een meeting gehad van een paar uur
uur lang. Waarin ik hele vette nieuwe samples heb doorgenomen. En er komen zulke vette dingen aan. Dat is niet normaal. Er komt sowieso sportkleding van Knolpower. Niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Of voor jongens of voor meisjes. In allerlei maten. En er komt ook nog eens eventjes, en dat is ook heel erg tof. Hey, kijk. Knolpower douchegel. Liggen er ook nog een paar van hier. Super nice. Maar wat er ook nog aankomt, zijn bijvoorbeeld damesonderbroeken. Want ik heb al heel erg lang Knolpower onderbroeken voor mannen. En zoals jullie weten, die heb ik elke dag aan. Altijd. Ook de Knolpower sokken. Elke dag. Ik draag niks anders meer dan Knolpower sokken en onderbroeken. De rest heb ik allemaal weggegooid. Dus ook de damesonderbroeken komen eraan. En wat heel erg vet is om aan jullie te laten zien, is dat er kleine rugtassen aankomen. En denk bijvoorbeeld aan, en daar ga ik deze ook aan geven. Denk bijvoorbeeld aan Luciano. Luciano is 2 jaar. Die weet precies wie ik ben. Hij noemt mij zijn maatje. En af en toe zegt hij ook, wanneer komt maatje weer? Waar is maatje? En dan bedoelt hij mij. Dat is echt super schattig. Er zijn gewoon ook heel erg veel kleine Knolpower fans. En daarom zijn de Knolpower rugtassen binnenkort ook te verkrijgen in het klein. In plaats van alleen in het groot. Want Luciano had ooit een keer zo'n grote rugtas om. Nou, die verzoopt daar bijna in. Dus ook de kleine rugtassen komen eraan. In allemaal verschillende designs. Echt super tof. En nou, zoals je hier ziet, weer een half karretje gevuld met Knolpower artikelen. De rest is allemaal al weg. Hier wordt gewoon van alles elke dag ingepakt en elke dag komt er een bezorger en wordt alles verstuurd. Want als je op tijd bestelt, is het de volgende dag al in huis. Super blij mee. Echt super tof. Hier nog allemaal mondkapjes. Mochten jullie nog mondkapjes nodig zijn. Hier Knolpower mondkapjes. Deze zijn ook nog steeds heel erg vet. Die camouflage. Hier de 50-50 roze. Gewoon de zwarte met KP in het rood en de 50-50. Super vet. Ik ben er echt zo blij mee. Hier wat camouflage Knolpower rugtassen. En deze. Er ligt er nog eentje, zie ik. Maar dit is echt mijn favoriet. De luxe Knolpower rugtas die ik echt het meest gebruik. Super tof. Dus jullie weten het te vinden. Voor vette shit, check even knolpower.nl. En dan ga ik er nu weer vandoor. Leuke meeting gehad. Echt onwijs gave dingen gecheckt. En dat gaan jullie allemaal voorbij zien komen. Mocht je echt up-to-date willen blijven van alles, check dan even Instagram-account Knolpower Kleding. Daar droppen we echt heel veel exclusieve dingetjes. En kijk eens achter de schermen. Wow, yo. Looking good. Dit is wel geniaal, hoor. Ik ga hem er even naast zetten. Gewoon. Dat is toch vet? Ja. Dat is wel echt geniaal. Ja, ik zet hem er gewoon even naast. Boeien. Blijkbaar wordt hier een Joris verkocht. Ik ga hem er echt gewoon naast zetten. Echt dezelfde gewoon. Ik vind het wel even vet, zo'n fotootje. Alles wat hier geel is, daar oranje. Geniaal, hoor. Echt geniaal. Wil jij een Joris kopen? Nou, daar staan ze dan. Geniaal. Echt geniaal. Ja, hij is wel heel nice, hoor. Het is mijn eigen auto. Het is wel heel nice, hoor. Ja, alleen ze hebben hier oranje remblokken. En ik heb gele remblokken. Er staat een mooie auto te koop hier. Ja, wil ik kopen. Ja, ik denk neem er 2. Ja, dat is goed. Holy shit. Ja, het is echt apart om zo 2 precies dezelfde naast elkaar te zien staan. Wow, yo. Echt heel dik. Nou, zo ziet dat eruit, dames en heren. Je ziet het niet vaak. 2 Knolpower Jurus, wou ik zeggen. 2 Lamborghini Jurus naast elkaar. Heel dik. We zijn weer thuis. En Noël en ik hebben echt een supergoed idee. Want het ijs is weg. Bijna. Nog niet helemaal. Dus willen wij eigenlijk nog even een poging doen. En uitproberen of wij nog over ijs kunnen lopen. Nee, dat moet jij zo doen. Dus laten we de fiets pakken. Deze zijn we trouwens vergeten om weer aan Daniel terug te geven. Dus we hebben nu hier een... Nee, niet zo. Oh, dit gaat goed. Nee, maar er ligt wel heel veel druk daarop. Ja. Ja, die vinnen breken snel. Nou, dan laat ik hem wel weer zo liggen. Nou, in ieder geval, we hebben hier een snoek in huis liggen. We nemen de elektrische fiets mee. Ja. En dan gaan we even een rondje maken in Zeist. En dan gaan we even kijken of we nog ergens eventjes over een stukje ijs kunnen lopen. Ik weet een plekje waar heel veel mensen geschaatst hebben. Dus ik ben benieuwd hoe het er nu uitziet. 2 dagen met dooien. Lekker verwarrend. We hebben allebei dezelfde jas aan. Heel verwarrend. Maar ik ben echt benieuwd. Denk jij dat we in het water gaan vallen? Als we heel snel... Ja, dat denk je dus. Ja. Je denkt dus dat als je heel snel rent, dat je het gaat redden. Maar ik weet het niet, hoor. Want dan verplaats je je massa. Lichaamsgewicht. Ja. Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Nou, dat kan sowieso niet meer. Oké, we gaan hier overheen lopen. Serieus? Ah. Oei, yo. Hier gaan we overheen proberen te lopen. Ga met de fiets. Oei, yo. Ja, maar er zit al een waterlaag. Dat is logisch, want het is gaan dooien. Een waterlaag. Ja, dat bestaat gewoon. Zal ik het eens proberen? Snel sprintje. Oh ja, er zit gewoon water op. Ja, er zit gewoon water op. Het is nog wel allemaal ijs. Het lijkt alsof daar gewoon water is, maar dat ligt gewoon op het ijs. Ik denk serieus dat je nog naar het midden kan.
Oké, weet je, de missie is van die kant naar die kant. Ja, of wil je gewoon naar het midden proberen te komen? Naar het midden. Oké. Okay. Hoe naar het midden? Is goed. Wat kan je? Je moet in één keer rennen. Je weet. Rennen? Ja, want dan verdeel je je gewicht. Dat zei je net zelf. Dit is echt een goed idee, dit. Naar de kant. Wow, joh. Ja, easy. Easy, let's go. Ja, ik kom erbij, ja. Mensen denken dat het niet meer kan op het ijs, maar dat kan super makkelijk. Dus als ik zal springen, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Hoppa, nee, als je gaat springen, gebeurt er niks. Nee? Nou. Oh. Nou, ik voel het toch aardig heen en weer gaan op het ijs, hoor. Echt, doe maar als je bed, ik denk dat het niet eens lukt. Nee? Nee. Oh. Oh, kijk hoe goed dat ijs nog is. Ja, dat is kwaliteit ijs. Wow, kwaliteit ijs. Ja, maar niemand gaat meer schaatsen, gast. Nee. Behalve Noël. Yo, ik had echt niet verwacht dat ons het zo goed nog zou lukken op het ijs. Weet je wat leuk is? We gaan een wedstrijdje doen daar. Wow, yo, hier ligt wel echt veel water. We gaan een wedstrijdje doen. Ja, dat wedstrijdje is als volgt, oké? Okay? We beginnen allebei daar. En dan gaan we kijken wie het snelste van dat punt naar de overkant kan komen, ja? Ik ben echt super benieuwd. Nou, ik kom er gewoon bovenop. Yo, yo, yo. Ja, dus dan moet je waarschijnlijk wel even een aanloopje nemen. Stabiel uit. Oké, ik heb hier de stopwatch. Nee, ik kan je vals spelen. Nee, ik ga niet vals spelen. Ik film het, komt helemaal goed. Ik speel altijd eerlijk. Oké, je moet op de zijkant staan, dus op het gras. Je mag het ijs nog niet aanraken. En als ik 3, 2, 1 zeg, dan bij 1 mag je beginnen met rennen. Je moet gewoon zo snel mogelijk naar de overkant. En als je de overkant raakt met beide benen op het gras, doe ik er weer op stop. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Wow. Oh joh, hij ging echt knijtersnel, gast. Je hebt dat gewoon gedaan in 5 seconden. Ik moet niet fanatiek gaan spelen, want dan krijg je dit. Oké, okay, is goed. Nou, dan ga ik het ook proberen. Ik reset hem en manwassen. Oké, het is chill, want we hebben allebei dezelfde schoenen aan. Ik ben alleen ietsje zwaarder dan Noël. Maar goed, en ik hou mijn jas aan. Ja, hoe voelt dat? Oei! Wat? Zie je dat niet? Nee? Kijk om je heen als je dat doet. Je ziet dat hele ijs. Oei joh! Alles open! Oei, oké. Okay. Zijn wij ready? 3, 2, 1. Ja, ik drukte een beetje vroeg klaar. Ik stopte al daar, maar... Je hebt 4, 2, 7. Let's go! Ja, ik drukte heel snel, maar ik was nog niet op het gas. Maar dat is mijn fout. Nog een keer opnieuw. Ja, doe maar even opnieuw. Ik heb goede conditie, geen probleem. Maar daarna wil ik het wel weer verbreken, dat snap je wel. 3, 2, 1. Ja. Ja, dit wordt hem, dit wordt hem. Ja, 5 voor 2. 5 voor 12. Nee, joh, ik zakte er doorheen. Nee, je ziet. Ik zag het niet eens. Oh, ik dacht dat jullie het vallen. Nee, ik kon je best het zien. Er zit gewoon een groot. Nou, gelukkig staat er veel. Gast, ik zag het keihard. Ja. Maar je hebt 5 met 12, dus ik weet niet of dat sneller is. Ja, want jij is 45. Ja, dat is sneller. Let's go. Zelfs met de catastrofe. Zo, duur woorden. Nou, dan ga ik dat even inhalen. Oké, okay, dit is mijn tijd, mensen. 5 seconden, 12. Noël, ben je er klaar voor? Ben ik over jouw gat heen springen? Ja, ik zal wel over mijn gat heen springen, ja. 3, 2, 1, go! Een zieke tijd, hoor. Oh, dit wil ik ook nog een keer verbreken. Oh, kijk dan, daar zakte ik gewoon doorheen met mijn hele voet. Je ziet het ook gewoon. Ja, nu komt al dat water op het ijs. Kijk, 4,26. Oh, lekker. Nice. We kunnen ook gewoon met z'n tweeën de fiets pakken. Ja, en dan erop gaan. Een paar honderd kilo. Bam! Ik vind dat wel een heel goed idee. Eerst ik, dan jij. Ja, oké. Okay, we hebben het als volgt afgesproken. Noël wil graag als eerste. Daarna ga ik. En daarna gaan we met z'n tweeën. Wil je daar kunnen niet bergen? Ja, ik zou gewoon vanaf de blauwe bankjes. Dit is trouwens wel echt de beste jas die je aan kan doen voor dit park. Want alles is hier blauw. Oh, mijn voet is echt helemaal zeiknat. Helemaal doorweekt. Nee, dit moeten mensen niet nadoen. Dan geef ik je gelijk in. Wojo! Je hebt het gewoon gered! Wojo! Hahaha!
Hij is helemaal nat. Oh, wat mooi. Ja, mooie dit hoor. Echt een goeie. Gewoon vol gas. Ik vind wel spannend. Zijn wij clever. Komt ie. Go! Ah! Oh. En die gassetje. Hey. Deze man heeft controle. Oh. Je hebt gewoon controle. Hey. Jij kan gewoon driften. Wow. 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 Het zou wel vet zijn als je nu zo'n cirkeltje maakt en dan zakt weg. Ja. Dus, ja. Dus ik zal nog een paar keer doorgaan. Zullen we nu met z'n tweeën? Ja, let's go. Oh my god, check dit. Hier zie je dat wij erin knalden. Dit is geniaal. We kwamen echt precies zo. Pas, joh. Pak jij de fiets? Ja, hoor. Oh, ga je nog een keer? Ja, we zijn nu toch al nat. Ja, het valt gewoon mee hoe koud het is. Het is iets van 8, 9 graden of zo, dus boeien. We zijn de afgelopen dagen wel kouder gewend. Gewoon allemaal onder nul. Dus dit noemen wij geen kou. Oké, let's go, bro. Oh. Het wordt steeds meer een slush puppy hier zo. Het ijs gaat steeds meer kapot. Maar nogmaals, het ijs wordt toch niet meer gebruikt door mensen die hierop gaan schaatsen, want dat kan niet meer. Dus boeien. Ik kan gewoon springen. Ja, zolang je maar voorzichtig doet. Natuurlijk. Dit is zo mooi, hè. Lekker driften on ice. Hier ga ik het doorheen. Oh, zo mooi dit. Ja, eigenlijk moet ik zo hier zo gaan staan en dan zo... Maar we gaan er gewoon niet doorheen. Echt wel goede goed uit. Ja, we zakken er gewoon niet door. Wat zei je? We zakten er bijna doorheen. Oké, we hebben een gat gemaakt daar. We zorgen dat de fontein weer gaat. Ja, dat de fontein weer gaat, ja. Waar zit hij? Ja, er zit hier ergens een fontein. Nee, toch? Het is koud! Oh, dat is echt wel dief. Ik voel ook overal zand. Hey, ik hou hem me tegen, anders ging ik nog niet meer. Als een snorkel zo. Ik kon de potlood doen dan. Die angst op je gezicht, jongen. Ik heb zo gelachen. Oh, wat mooi. Wat mooi. Nog een keer? Da- ik ben nog helemaal stuk van het lachen. Oh, het begint nu echt goed slecht te worden. Ja. Ijs, ook daar. Ja, dat komt door dat ijs. Straks sta ik erin. Ergens. Hey, ik zweer, het is echt diep, hè. Het is echt heel diep. Hé, hey, je redt hem. Hij zit er voor in. Ja, nu jij nog. Hey, ga dieper. Waar heb ik vandaan? Oh joh. Oh joh, doe als een potloodje zo. Ga zo staan. Doe, doe. Hey, ik voel die bewegen. Je bent wel lang. Kijk uit. Ik heb de camera. Oh, dat is wel heel koud. Ja, maar het valt wel mee als je nu staat hier. Oh, dat is, oh, dat is echt top. Dat is zo leuk. Wil jij ook nog een keer? Ja, ik ga er gewoon even in.
Want ik heb gehoord van Thijs dat de kou een emotie is. Die kan je uitzetten. Ja. Oké. Okay. Deze is voor Thijs. Ja. Oei, oei, oei. Ik zou hier nog een keer springen als ik jou was. Ik wil ook springen. Ik wilde gewoon rustig eens kijken. Nee, gewoon springen weer. Als je erin gaat, dan maar springen. Oh, zen. Rustig. Relax. Ah. Er zitten ook allemaal luchtbubbels nu onder het ijs. Ah. Nee, komt goed. Het is nice, hè, dit. Kom je erbij? Het is gewoon gezellig, het is gewoon chill. Ja, maar ik heb mijn camera in, man. Chillen wij in 2021. Yeah. Wie komt vijver? Wie komt chillen het vijver dan? Vanavond komt chillen. Dit is te mooi. Dit is echt te mooi. Oké, nu weer eruit. Oh, nu schroom naar boven. Nog één keer springen. Dat is echt te grappig. Ik wil even wachten. Maatje, je kan dit. Goed. Kom je chillen vanavond bij Vijver? Oh, even benieuwd. Hey, wie komt vanavond chillen bij Vijver? Gaan we even hier chillen? Is diep, hè? Oh, joh. Eén bruine vlek. Daar één bruine vlek. Ik denk dat we nu naar huis moeten. Ja, ik denk het ook. Even douchen. Oh, het doet gewoon ook pijn aan de zijkant. Oh, ik lag erin. Ik voelde me gewoon niks meer. Weet je wat het is? Je zakt door het ijs. Maar alleen je schoenen, zeg maar, gaan een gat maken. Je benen zijn te dik, zeg maar. Ja. Dus je voelt hem op een gegeven moment, pap, dan word je hier stopgehouden. Ja. Ik weet zeker dat ik hier dik en dan moet je door. Ja. Dat lukte bij mij niet. Moet je door. Nou, laten wij nu doorgaan naar huis. Ja, vind ik een goeie. Dat lijkt me een goed plan. Let's go. Zo, nou, dat was gezellig. Wie komt de volgende keer chillen bij Vijver? Let's go. 2 uur morgen bij Vijver, let's go. Het is nog het koudste, hè? Zo die wind zo lekker. Ja, lekker, heerlijk. Oké, gelukkig is het echt dicht bij mijn huis, want even lekker warm worden. Meen je dit serieus? Oh, ik wou laten zien aan jou hoe flauw mijn benen zijn, want ik heb het ook. Krijg je een nieuwe open? Oh my god, ja maar gast, dat komt ook omdat je me op slot hebt gedaan met dat draad ertussen. Gast, doe nou open. Oh, jij houdt niet tegen of zo, hè? Nee, ik hou niet tegen. Nee, gast, ik sta hier in mijn onderbroek nog. Ik wil ook graag even afspoelen. Je moet hem hard... Yes. Ja, oh my god. De volgende keer niet meer op slot doen met deze ertussen. Mijn benen. Woi, yo. Ja, niet normaal. Ja, kijk dan bij mij. Wow. Ik ga dit straks even aan Meyer laten zien. Doe een foto zo met de benen naast elkaar. Zo, kijk dit dan. Jeez. Oh my god. Ja, ik zei al, ik kwam keihard tegen dat ijs aan, hoor. Ja, ik ga dus... Oh, niet normaal. Oké, Myron, die, als jullie afvragen waar Myron was, die was even boodschappen aan het doen. Omdat, ja, dat hebben we echt elke keer uitgesteld. En toen zei ik dus tegen Myron van, oké, dan gaan Noël en ik nog even het ijs testen. Want dat is ook belangrijk voor de veiligheid van andere mensen. Dus bij deze, niet meer het ijs op gaan. Het is niet meer veilig genoeg. We hebben dat voor jullie al eventjes uitgeprobeerd. Geen probleem, alsjeblieft. Myron die belde mij in één keer van Enzo, kan je alsjeblieft helpen? Ik heb zoveel boodschappen, ik sta in de garage. Oké, ik wilde net even warm worden, maar is goed, dan kom ik wel helpen. Hey, Myron. Boodschappen. Yay. Super chill. Ik heb alles al. Oh, echt? Ja. Heel erg chill. Hoppakee. Zo, je hebt goede boodschappen gedaan. 3 volle tassen. Niet normaal. Zal ik eens iets laten zien? Omdat door het ijs. Ja, ziek, hè? Echt? Helemaal geschaafd? Ja, helemaal geschaafd aan het ijs. Oh, jongen. Ik struik al over die rug, hoor. Oh, wat kloten. Ja, bizar, hè? Ja, dat wordt wel blauw en paars nog. Dat is het nu al, maar... Ja, echt ziek, joh. Oh, pijnlijk. Ja, het is nu nog niet zo pijnlijk omdat het heel koud is, maar... Vul je er als eerst in? Nee, Noël. Echt? Zo grappig, echt niet normaal. Hoezo? Hoezo? Omdat je altijd zo snel schrikt. Oh. Dat is wel lekker aan het werk. Dames en heren, serieus, na het douchen heb ik nog even lekkere pasta. Tenminste, het recept van pasta die mama, maar het was pasta die Myron gegeten. En voor de rest heb ik de hele avond lekker gechilled met mijn sloffen. Even game Call of Duty gespeeld, Warzone, met Noël. En we hebben gewonnen. Super nice.
En ja, ik heb nog steeds die plek hier zo op mijn zijkant zitten, daar beneden. Het is niet nice. Noël die heeft ook nog ontdekt dat hij meerdere plekjes heeft op zijn arm en zijn rug. Dus wij gaan even bijkomen van onze blessures die we hebben opgelopen vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Morgen, dames en heren, ik heb goed nieuws. Morgen komt Benny terug. Dus laat allemaal even Benny achter in de reacties. En dan zie ik jullie heel graag morgen bij een gloednieuw vlog om 4 uur. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace. Knol Power!